Toen ik op Necker Island was, hadden we een brainstorm sessie. En toen hadden we op een gegeven moment hadden we het over strategic byproducts. En wat is een strategic byproduct? Een strategic byproduct is iets wat je overkomt op het moment dat je ergens achteraan gaat. En wat een voordelig ding is wat je niet van tevoren had ingepland. Bijvoorbeeld, stel je voor je wil een marathon gaan lopen. Dan is je doel gewoon om over die finishlijn te komen. Dat is je doel. Dus dat is je einddoel. Ik wil gewoon een marathon lopen. Een strategic byproduct zijn een aantal voordelen die erbij komen kijken die je van tevoren niet had ingecalculeerd. Bijvoorbeeld, als jij een marathon gaat lopen, dan zul je zien dat je bijvoorbeeld fitter wordt. Dus je krijgt meer conditie waardoor je lekkerder in je vel zit. Dus A, je wordt fitter. 2, je komt lekkerder in je vel. 3 is, je gaat er beter uitzien. 4 is, je wordt zelfverzekerder. 5 is, je gaat gezonder eten, omdat je gaat niet patat vereten voordat je 20 kilometer gaat hardlopen. 6 is dat je veel bewuster met je tijd omgaat bijvoorbeeld. 7 is dat je bijvoorbeeld jezelf meer gaat omscholen, omdat je audio gaat beluisteren tijdens het hardlopen. 8 is misschien dat je passie voor muziek wel terugkrijgt, omdat je muziek gaat luisteren tijdens het hardlopen. 9 is dat je misschien een goede relatie met je hardloopbuddy gaat opbouwen. 10 is bijvoorbeeld dat je de mensen om je heen beter gaat waarderen, omdat je gewoon wakkerder bent bijvoorbeeld. 11 is bijvoorbeeld dat je de omgeving waar je nu woont veel meer gaat waarderen, omdat je daar nu doorheen loopt, terwijl je het misschien anders nooit had gezien bijvoorbeeld. 12 is bijvoorbeeld dat je tijdens de marathon iemand ontmoet waarvan je denkt van die is cool. Heb ik trouwens gehad in New York. Toen ik de New York Marathon heb gelopen, heb ik daarna een hele bijzondere dame ontmoet. Tijdens mijn marathon. Dat is leuk voor een andere video trouwens. Zo zijn er allemaal dingen als je voor een doel gaat. En dan komen er allemaal strategische byproducts bij. De strategic byproducts komen erbij. Allemaal extra voordelen die je van tevoren niet had bedacht. En dit alleen al is de reden om grote doelen te stellen en daar volledig voor te gaan. En stel je voor dat je dat doel niet behaalt. Stel je voor dat, als je in mijn geval bijvoorbeeld gaat kijken met die marathon, stel je voor dat ik tijdens die marathon gewoon helemaal kapot zou gaan en dat ik hem niet had behaald. Had ik dat doel niet behaald, maar ik had al die andere dingen wel behaald. En dat zijn dan de voordelen die erbij komen. Dat lukt alleen maar als je een pittig doel voor jezelf stelt. En dan ga je ineens heel veel dingen aanpassen. En dan uiteindelijk komen al die extra voordelen erbij waar we vaak niet eens bewust van zijn. En denken dat het allemaal normaal is. Maar dat komt omdat je dat doel hebt opgesteld. Dus strategic byproducts is een bijzonder fenomeen. En het leven bestaat natuurlijk alleen maar uit strategic byproducts. Alleen het is aan onszelf van welke dingen komen er op ons pad. En dat hebben we allemaal zelf volledig in eigen hand.